Als je in Brazilië woont, is dat niet zonder gevaar. Veel mensen in Brazilië hebben een wapen en er is erg veel criminaliteit. Zelfs kinderen leren hier al heel snel dat geweld onderdeel is van hun leven. Allemaal gaan ze er op hun eigen manier mee om. Zo ook Achero, een leeftijdsgenootje van Tamara en Alan. Is het gevaarlijk in Brazilië? En zijn er veel wapens? Ik heb soms wel eens een wapen bij me, maar dat is dan van iemand anders. Mensen vragen wel eens of ik op hun pistool wil passen. Ik geef ze bijvoorbeeld dan 50 real. En als ze het weer komen ophalen, dan krijg ik 80 real terug. Ze betalen me dus om op hun wapens te passen. Waar bewaar je de wapens dan? Soms bewaar ik ze thuis. Dan verstop ik de doos met het pistool daarin onder een paar stenen. Waarom moet je ze verstoppen? Ik verstop de pistool omdat ik bang ben dat iemand ze anders zou vinden. Als mijn kleine broertje er een zou vinden, zou hij denken dat het een neppistool is. Als hij dan nog mee gaat spelen, kan hij per ongeluk misschien wel iemand vermoorden. Waarom moet je die wapens bewaren voor die mensen? Mensen komen naar me toe als ze bijvoorbeeld snel geld nodig hebben. Ze geven me ook andere dingen zoals cd-spelers. Ik geef ze er dan ook geld voor. En als ze de spullen dan komen ophalen, vraag ik er weer meer geld voor terug. In Nederland mag je eigenlijk geen wapens thuis houden of zo. En je mag ze ook niet verstoppen. En als de politie er dan één vindt, dan ben je meestal gelijk de shores en dan zit je in de gevangenis. Nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet goed dat hij bewaart. En als ik die jongen was, dan zou ik het eigenlijk tegen de politie, denk ik, vertellen. Nou, ik vind het eigenlijk raar dat je zo'n pistool dan had, maar je krijgt er wel geld voor, maar... Ik zou dan toch iets proberen iets anders te zoeken, want als de politie daar denk ik ook achter komt... Nou, ik denk niet dat het dan echt goed is. Dus het zou misschien ook een opluchting zijn als hij bijvoorbeeld tegen familie, als hij het nog niet wist, zou vertellen dat hij dit bij zich hield. Maar ik weet niet of hij dat zou durven. Ik heb ook niet echt geheime spullen die hij zou moeten bewaren. Maar als ik dat had, dan zou ik hem wel vertrouwen, omdat hij het ook wel meer doet, zeg maar. Mij lijkt het niet echt veilig als hij het in een doos heeft. Agora nós vamos fazer. Nu gaan we even kijken naar wat capoeira. Dit is een hele leuke dans en hij is typisch Braziliaans. Jullie gaan het nu zelf zien. Capoeira eigenlijk vandaan? Capoeira komt uit Brazilië. Een hele tijd geleden werd het door de slaven verzonnen om zich te beschermen tegen de blanken. Later werd het meer een dans. Wat doen jullie in de pauze op school? E o que você mais gosta de fazer aqui na escola? Ik hou van leren en in de pauze vind ik het leuk om te spelen. Wat spelen jullie dan? Ik hou van voetballen in de sportzaal. Dit is Antonio en hij houdt ook van voetballen in onze sportzaal. Hoe ziet jullie sportzaal eruit? Kom maar mee, dan gaan we een kijkje nemen in onze sportzaal. We spelen hier voetbal, basketbal en andere sporten. Hier sporten alle kinderen. De sportzaal is eigendom van alle mensen uit de buurt. Kijk, hier zijn ze aan het spelen. Leuk, Alan en Tamara, dat we jullie gyms al mochten zien. In Nederland houden we ook heel veel van sporten. Vandaag hebben we zelfs speciaal voor jullie een voetbaltoernooi georganiseerd. Omdat we wisten dat jullie heel veel van voetbal houden.
ik vond het capoeira er wel heel erg leuk uitzien. Maar zelf kan ik het niet. In Brazilië vond ik dat ze best wel goed voetballen. Maar Nederland hebben we schoenen aan, dus gaat best iets beter. Meestal doen wij in de pauze verstoppertje en in de grote pauze voetballen we ook wel heel vaak. Ik vind het fijn dat de kinderen in ieder geval naar school kunnen en dat ze daar kunnen leren en schrijven. Ik had verwacht dat er in Brazilië veel minder boeken waren dan bij ons. Ik had verwacht dat er veel meer spullen waren. Ik vond de speelplaats een beetje in Brazilië een beetje lijken op een station, omdat er een dak op zat en dat is meestal een station ook. Het is best een kleine kans dat je zoiets in Brazilië kunt zien. En het is ook wel heel leerzaam en je kijkt er ook met aandacht naar, want je kunt het niet zo snel weer zien. Dit was Kids XL vanuit Klein Heijendaal in Nijmegen. Wil je ook contact hebben met kids uit het buitenland? Ga dan naar www.kidsxl.nl en meld je aan. Bedankt Alan en Tamara. Jullie kunnen gaan. Tot ziens. Oké, dit was het dan. Dit wordt onze school. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dag.